Je luistert naar de podcastreeks Onderlinge Verhalen, waarin we het gaan hebben over wat onderlinge verzekeraars zo bijzonder maakt. Dat doen we per aflevering aan de hand van actuele onderwerpen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering. En we hebben vandaag niet één, maar twee onderlinge verzekeraars in ons midden. We hebben namelijk Harold en Nancy van Onderling Verzekerd. En we hebben Reinie van OWM Achterhoek. Ja. Welkom. Oh, dankjewel. Dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben hier zoveel kennis en ervaringen aan tafel. Zouden jullie kunnen vertellen hoe jullie in de verzekeringswereld terecht zijn gekomen? Dan begin ik even bij jou, Nancy. Ja, nou dankjewel. Mijn vader had vroeger in Amsterdam een bloemenzaak. En zijn verzekeringsadviseur kwam regelmatig bij hem in de winkel om verzekeringszaken te bespreken, maar ook nog veel meer andere zaken. Deze adviseur heeft mij verteld waarom hij het vak zo leuk vond. En hij vond het met name zo leuk omdat het verhaal van iedere van zijn klanten was toch iedere keer weer anders. Dus hij kwam met zoveel verschillende mensen in contact. En dat heeft mij getriggerd dat ik dacht van nou, dat lijkt me heel erg leuk. Dus degene die bij de zaak van je vader langs kwam, de verzekeraar, dat was eigenlijk dat je dacht, nou wat een leuk beroep, dat ga ik ook. Sterker nog, mijn eerste baan was bij hem. Was bij hem, wauw. Kijk eens aan. Ja, nou, over het maken van een goede indruk. Ja, zeker. Absoluut. Nou, Harold, hoe was dat voor jou? Bij mij iets anders. Mijn vader was brandweerman. En vroeger mocht je als er een jongetje mee met naar de brand. En dan ging je gewoon aan de zijkant staan. Dat mag gelukkig nu niet met de veiligheid. Maar en daar kwam ook een vriend van ons, of van mijn vader dan. En die bleek dus verzekeringsadviseur zijn. En ik vroeg me altijd af, waarom was hij daar? En toen vertelde hij van, nou ja, als we klaar zijn, dan ga ik aan de slag. En dan ga ik zorgen dat die mensen weer kunnen wonen zoals het moet zijn. En dat vond ik zo reet interessant. Dat ik vanuit de mijn middelbare school stage ben gaan lopen bij hem en niet meer weg ben gegaan. Dus wederom geïnspireerd door een andere verzekeraar. Ja, zeker. Ja, en voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Bijna hetzelfde verhaal als Nancy. Alleen mijn ouders hadden geen eigen zaak. Maar hij kwam inderdaad er bij ons thuis ook een adviseur. In dit geval toen al van een onderlinge. En ook ik vond dat zo interessant wat die man allemaal wist te vertellen. Dat ik ook heel bewust heb gekozen al op mijn opleiding voor de richting bank- en verzekeringswezen. En mijn stage en mijn afstudeeropdracht. Ik heb nooit anders gewerkt als bij een onderlinge verzekeraar. Wauw. Ja. Ja, dus dat ik hoor eigenlijk wel heel erg dat toch die klantvriendelijkheid van die verzekeraars heel erg een indruk op jullie hebben gemaakt. Is dat ook iets wat jullie terugzien bij jullie eigen onderlinge verzekeraar? Ja, zeker. Nou, uiteindelijk, de persoonlijke aandacht is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Blijkbaar bij alle drie de verhalen toch als basis zit. En het kennen van je klant en weten echt wie het is. Behalve dan dat je weet wat postcode en huisnummer is. Maakt dat je als medewerker weet met wie je te maken hebt. Maar vooral als klant dat je echt gehoord bent en voelt. En, nou ja, daarin dat maakt het erg bijzonder. Ja, vaak ken je ook het verhaal achter de klant. Omdat we heel lokaal actief zijn. En dat maakt het ook extra persoonlijk. Ja. Je vertelde me dat ook wel eens een klant bij jou thuis is geweest om een schadeformulier. Ja, dat klopt. Er werd op zaterdagmiddag aangebeld. En ik deed open en er stond een klant met een schadeformulier wat hij graag wilde afgeven. Ja. Zo persoonlijk. Is dat ook persoonlijk echt wat jullie onderscheidt van andere verzekeraars? Want ik neem aan dat het niet een heel gebruikelijk voorbeeld is. Maar wel heel mooi dat het kan. Ik denk dat we ons daar wel in onderscheiden. Ja. Ja. Ja, je ziet natuurlijk, omdat je vooral zo lokaal bezig bent, heb je ook meestal een gezicht. Ik denk dat je vaak hoort dat de verzekeringen hebben we niet bij de onderling verzekerd, maar bij Klaas of bij Marieke of bij Nancy. Dus het is niet altijd dat de onderling, maar het is vaak de persoon waar je de zaken mee regelt. En als die dan ook nog open staat om in zijn vrije tijd aan te mogen, dat je mag aanspreken, dat maakt je echt wel onderscheidend. Lijkt me, is dat soms ook niet lastig? Dat je overal waar je bent gelijk wel heel erg, je wordt heel erg geïdentificeerd met je baan. Je bent ook een soort van het gezicht voor die baan, ook in je vrije tijd. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou, voor mij vind ik dat geen enkel probleem. Ik moet wel eerlijk zeggen, ons kantoor zit niet in de plaats waar ik ook woon. Dus dat maakt denk ik wel nog verschil. Ik word inderdaad niet direct aangesproken in de supermarkt of op het voetbalveld.
En mocht dat wel zo zijn, dan is dat alleen maar positief natuurlijk in mijn situatie. Maar er zijn wel adviseurs bij ons die inderdaad echt in de winkel aangesproken worden en in hun dagelijkse doen. Maar ik hoor niet dat ze daar problemen mee hebben. Nee, dat vinden ze inderdaad goed. Ja. Ja. Hoort erbij. Ja, ik hoort vind erbij. Dat ook niet lastig. Ja. Nee. Dat hoort er inderdaad bij. Ja. Ja. Ja, je kan je daarmee nog meer onderscheiden. Uiteindelijk kan je ook in je vrije tijd dingen zien die belangrijk kunnen zijn voor een klant. Waar ze zelf niet altijd erg in hebben of weten. Dat je ziet als je in een dorp rondloopt en je ziet ergens dat iemand aan het verbouwen is. Dat je denkt, hey, dat is een klant. En dan kan je er wel naar actief naar gaan. Je gaat verbouwen en let op, je moet je verzekeringen aanpassen. Ja, dat maakt het juist extra leuk en extra. Ik bedoel, dat wordt zo gewaardeerd en zo. Ja, daar hou je klanten voor je over de rest van je leven van. Wij zeggen ook wel, het zit misschien ook wel een beetje in onze genen. Niet alleen die van ons, maar ook van onze medewerkers. Want ook als er iets gebeurt op straat, dan is het ook regelmatig dat een van onze medewerkers die toevallig in de buurt is, het helpt met het invullen van inderdaad een schadeformulier. Dus dat zit echt wel ook in onze genen, om graag mensen te helpen. Ja. Ja, interessant. En we zitten hier vandaag met twee verschillende onderlingen. Kunnen jullie wat meer over de oorsprong van jullie verzekeraar vertellen? En hoe dat kan dat we hier vandaag nou met twee verzekeraars zitten? Want dat is een primeur voor de podcast. Ja. Nou, wij bestaan al sinds 1851, dus bijna 175 jaar. De oorsprong zit bij ons echt in de agrarische sector. Er zijn, zijn destijds een vijftal of zestal agrariërs geweest die zagen dat ze toch het risico liepen van een grote brand die ze zelf niet zouden kunnen betalen. Dus die hebben de handen in elkaar geslagen en gezegd van, nou, misschien kunnen we elkaar daarbij helpen. Inmiddels zijn we hoofdzakelijk particulieren die bij ons verzekerd zijn. Maar de oorsprong zit hem echt bij ons in de agrarische sector. En daar zijn we nog steeds heel trots op. En vinden we nog steeds heel belangrijk ook om die sector te helpen, zeg maar. Waarom zitten we hier samen? Maar misschien moet Harold ook eerst iets zeggen over zijn eigen financiën. Ja. Ja. Nou, de oorsprong van onderling verzekerd is eigenlijk hetzelfde. Nu weet ik niet precies in welk jaar onderling verzekerd is opgericht. Dat 1907. 1907. Kijk eens aan. Ja, en een aantal agrariërs die zich niet konden verzekeren hebben geld in een potje gedaan. En bij schade werd er gekeken, joh, zit er genoeg geld in dat potje? Zo ja, nou dan kunnen we de agrariërs schadeloos stellen. Zo niet, ja, dan moet het potje verdeeld worden. En dat is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echt verzekeringsbedrijf. Mooi. Ja, dat is het. Hoe zijn we dan samengekomen? Ja, dat is. We hebben met een aantal onderlingen hebben we een soort samenwerkingsverband. En dat zit in een onderlinge dienstencentrum. En daarmee werken we samen omdat je samen ben je sterker en kan je ook meer doen. Dus op het gebied van marketing en communicatie werken we met een aantal onderlingen samen. En daar is dit ook uitgekomen. We hadden daar een contact over. Reini is onderdeel van een, ook vanuit het verbond voor marketing. En zo waren we in gesprek en in enthousiasme zeiden we, zullen we het allemaal samen doen? Dus misschien wat anders. We zijn ook wel vaak wat anders samen in hoe we dingen willen ontwikkelen en verder willen gaan. Dus zo geschiedde. Het is eigenlijk een soort van omgekeerde franchise. Want de marketing en de ICT en de inkoop doen jullie wel samen. Maar verder zijn jullie gewoon jullie eigen onderneming. Ja, precies is dat het. Ja, dat heb je goed verhoord. Ja. Ja. Het thema van deze aflevering is regionaal. Kunnen jullie me vertellen, regionaal is voor jullie heel erg belangrijk, hoe jullie je daarin onderscheiden van andere onderlinge verzekeraars? Oh, ten opzichte van andere onderlingen is, ik denk dat het kenmerk echt van een onderlinge is dat je er vooral lokaal bezig bent en betrokken bent daarin. Ik denk dat we ons wel beter kunnen vergelijken met de andere verzekeraars. Ik denk dat de lokale, zoals wij als onderlingen, heel proactief bezig zijn in onze regio. Met sponsoring, maar vooral ook in het doen van activiteiten. Wij hebben zelf met onderling verzekerd goed voor elkaar. Dat betekent dat we lokaal initiatieven zelf ontwikkelen. We hebben in Zegveld Schoon ontwikkeld, waar we één dag met alle medewerkers Zegveld helemaal netjes schoon gaan prikken. We hebben een samenwerking met een moestuin om oude en vergeten groentes te laten kunnen laten groeien. En zijn daar met een aantal verzorgingstehuizen naartoe gegaan.
Omdat die vooral de herinnering konden ophalen van vroeger. Van hoe ging het, hoe deden we het thuis? Nou ja, dat zijn maatschappelijke, maar vooral heel lokale initiatieven. Waar je ziet dat je onderscheidend bent. En dat we dan van onze klanten horen van, goh, mijn oma of mijn buurvrouw is geweest. En wat goed dat jullie dat doen. En laat je zien hoe het is. Heb je het idee, Nancy, dat er in jullie regio andere dingen spelen dan in de rest van de regio, die alleen in jullie regio plaatsvindt? Dat denk ik wel, ja. Ja. Wij hebben vooral in ons deel van het land behoorlijk veel last van regen en water. En in het oosten van het land hebben jullie droogte. Wij hebben in sommige periodes inderdaad last van droogte. Ja. En je hebt andere gebruiken in de verschillende regio's. Dus ik denk dat dat ook maakt dat je weet wat er speelt in de regio, weet wat er bij de klant speelt. Het is ook een ander type mens, denk ik. Ook een ander type mens. Wat in ons gebied woont, als in het oosten. Ja. Ja. Kun je daar wat meer over uitleggen? Wat voor ander type mens dan? Word heel nieuwsgierig daarvan. Ja, ik denk, maar corrigeer me alsjeblieft, dat in ons deel van het land mensen veel directer zijn en andere mentaliteit hebben. En voor de luisteraar, in welk deel zijn jullie actief met onderling verzekerd? In het Groene Hart. Ja, het Groene Hart. Daar heb ik alles wel mee vervat, denk ik. Ja. Ja, en wij zitten echt in het oosten van het land, in de Achterhoek. Dus maar ik kan me daar wel bij aansluiten. Bij ons is het heel vaak, dat zeggen we dan ja, maar dan bedoelen we nee eigenlijk. Dus er zit echt wel verschil in de regio. Ja. Ja. En in de mensen dus, ja. Ja, en ik denk dat dat lokale vooral in de mensen ook zit in wie er werken. Ik had het al over dat als ik in de Achterhoek zou gaan werken met mijn redelijk beschaafd Nederlandse taal, tenminste, zo mag ik het wel zeggen, denk ik. En ik neem daar de telefoon op, dat klanten vanuit de Achterhoek het raar zouden vinden. Misschien wel een beetje afwarend. Ja, precies, ook dat wel. Ja. Want dan verwachten ze gewoon iemand die het dialect spreekt. En misschien nog wel meer dan dat. En snapt ook als iemand zegt ja, dan zou ik zeggen, nou, mooi geregeld en klaar. En bij jou zou je weten, nou, ik weet dat niet zo is. Ja. En jullie doen dus eigenlijk, zeg maar, jullie doen dingen, werken jullie samen. Maar omdat jullie eigenlijk te ver van elkaar zitten, concurreren jullie niet met elkaar. Als ik het begrijp. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Nee. Ja. Ja, zeker. We concurreren niet, nog zeker. Als wij een risico hebben wat inderdaad in de regio ligt, dan zullen wij contact opnemen met Harold om te zeggen van dit vinden wij niet passend. Want die persoon kunnen wij niet bieden wat wij normaal aan onze klanten eigenlijk willen bieden of wat onze standaard is. En dan zullen we dat zeker doorgeven. Dan kun je beter melden bij onderling verzekerd. Ja, ja. Dus jullie sturen ook naar elkaar door. Ja, dan zouden we het zeker doen. Ja, het is bij schade ook makkelijker. Want als we iemand vanuit ons gebied naar het oosten van het land moeten sturen bij schade, een medewerker, ja, dat is niet zo heel erg efficiënt. En op het moment dat je vlakbij het kantoor hebt en er is een brand, dan kun je daar veel, veel sneller aanwezig zijn. Ja. Ja. Ja, mede ook omdat we, als er dan echt wat calamiteit is, we eigenlijk wel er ook snel willen zijn. Ja. Dus het gebeurt ook wel dat als de brand is, dat we bijna nog sneller dan de brandweer zijn. Dat is een beetje overdreven, maar het gebeurt echt wel dat we of klanten ons nog sneller bellen. Dus zeggen, we hebben pech en de brandweer is onderweg. En we dan een adviseur kunnen sturen of zelf gaan. Om er vooral te zijn en mensen te begeleiden. Als zo'n calamiteit gebeurt. Je kan je niet voorstellen wat er dan op je afkomt. Dat is prachtig om te doen. Want dan kan je echt leveren waar het voor gaat. Ja. Ik bedoel, je sluit een verzekering af voor eigenlijk hopelijk nooit iets te hebben. Want ik bedoel, als je met ons te maken hebt met schade, heb je gewoon, is niet gezellig. Nee. Maar ik merk ook op het moment dat iemand in onze regio de brandweer hoort. Nou, de brandweer is een beetje bij mij in de achtertuin. Dan ga je toch even op internet kijken, joh, waar is er brand? Ja. En dan kun je niet precies zien waar de brand is, maar wel ongeveer. En dan rijdt er altijd wel even iemand heen. Is het een klant van ons? Hè? We kijken. Ja. Ik denk dat bij jullie ook gebeurt. Ja, dat klopt. Ik heb er nog wel een aardig voorbeeld. Afgelopen jaar was een collega die na werktijd naar huis toe reed. En die kwam langs een boerderij en die zag dat daar brand was. En die heeft inderdaad direct contact met ons opgenomen, omdat ze wist dat hij bij ons verzekerd was. Toen waren we inderdaad nog net niet eerder als de brandweer, maar wel eerder als Savage. En dan kun je wel toch het direct... Savage even voor de luisteraar? Ja, Savage is een organisatie die inderdaad ook komt om je te helpen als het nodig is om onderdak of dat soort zaken te regelen.
En het is inderdaad, wij zijn er met name ook het luisterend oor op dat moment voor zo'n klant. Want het heeft heel veel impact als je dat, je dat overkomt. Ja, zeker. Ja. En zijn er dan ook, omdat jullie dus zo persoonlijk contact hebben, staan jullie ook heel erg dichtbij jullie klanten. Ja. Hebben jullie ook persoonlijke verhalen die bijvoorbeeld heel erg veel indruk op jullie gemaakt hebben in de tijd dat jullie nu in dit vak zitten? Ja, dat heb ik wel. Ja. Wij hebben een klant gehad waar ooit bij een inbraak is geweest. En de vrouw des huizes met de kinderen zijn toen opgesloten in een kast. Zo. En dat heeft heel veel impact gemaakt. Mm-hmm. Dat kan me voorstellen. Dat maakt indruk. En de mensen zelf zijn natuurlijk echt wel geraakt. Ja. En dan ben je goed verzekerd, maar de schade die erbij komt bij de mensen, diep van binnen, daar kun je natuurlijk helemaal niks mee. Nee. Maar dat vond ik heel heftig om te horen. Ja. En hoe kan jij dan als verzekeraar die personen zo goed mogelijk begeleiden? Ja, vooral het luisterend oor. Kijk, de schadebetaling die volgt, dat gaat om geld. Maar het gaat vooral om de aandacht die je geeft en het begrip wat je toont. En het feit dat mensen hun verhaal kwijt kunnen, dat is al heel fijn. Ja. Dat hebben ze als heel fijn ervaren, laat ik dat precies zo zeggen. Ja, nee, snap ik. Ja. Mooi. Hoe is dat voor jullie? Ja, ik herken dat wel, maar wij zien bijna wekelijks, niet dit soort schrijnende verhalen, maar wel schades. En inmiddels bij mij thuis is het ook wel, als ik weer ergens voor waarschuw, dat ik te horen krijg dat ik te veel van dit soort situaties zie, of in het verkeer, of tegenwoordig we hadden afgelopen week nog een schade met een accu. En dan waarschuw ik weer de kinderen voor, let op hoe je je telefoon oplaat. Wij zien heel veel schrijnende situaties. Wat ik straks al zei, wat heel veel leed met zich meebrengt. Dus de schade emotioneel is dan vaak groter nog als de materiële schade. Ja. En dat maakt wel dat je zelf ook heel vaak risicomijdend wordt. Ja. Tot teleurstelling van sommige gezinsleden. Ja, zeker. Dat herken ik absoluut. Je ziet overal beren op de weg. Ja. Dus dat neem je toch een beetje mee naar huis. Je neemt het zeker mee naar huis. Ja. Ja. Nou ja, je ziet de risico's. Ja. En wat de gevolgen kunnen zijn. En de kans is misschien niet groot, maar het kan wel gebeuren. En als je dat dan meemaakt en je hoort het en je spreekt mensen die dat hebben meegemaakt, dan word je gewoon voorzichtig. Ja. En inderdaad, ik heb dat thuis ook. Ik waarschuw mijn kinderen ook van let op, hè, doe dit niet, mm-hmm. doe dat niet. En dan zitten ze aan tafel. Ja, man. Maar precies, dat, ja. Kijk je toch met een andere bril naar. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En een interessante uitspraak die ik voorbij hoorde komen was dat jullie wel hebben het even gehad over jullie klanten. En dat jullie zeiden, ja, we zijn eigenlijk een soort van warme bakker. We zijn iets duurder dan de supermarkt. Maar daar smaken we ook naar. Kunnen jullie dat, kunnen jullie dat even toelichten? Ja. Dat is een wijze uitspraak, ja. Ja, ja, ja. Kijk, de warme bakker maakt... staat vroeg op, bereidt zijn liefde en zijn aandacht volledig aan het product wat hij aanbiedt. Als er iets niet goed is, dan kan je de warme bakker aanspreken en vragen. En als het goed is, kan je hem ook aanspreken en vragen. Het brood is inderdaad iets duurder, maar het is altijd vers, het is altijd goed. En wij zijn ook, ik wil niet zeggen altijd vers, maar dat klinkt wat... maar aanspreekbaar. En je krijgt bij ons wat meer dan het brood uit de supermarkt. Als je het vergelijkt met het brood uit de supermarkt. Oh, prima, brood, er is niks mee. Alleen het extra en het extra verse. En vooral ook, denk ik, de momenten dat je het niet verwacht dat je iets extra voor ons krijgt. Hè. Kijk maar even, hè, we signaleren iets in je wat er in je privé situatie gebeurt, of we helpen je bij een schade. We kunnen gewoon helpen door een schadeformulier in te vullen en uit te betalen. Of we kunnen het gesprek aangaan en vragen hoe is het nou echt met je en wat er is er met je gebeurd. En dat zijn allemaal dingen die niet zakelijk zijn, maar wel heel... Worden gewaardeerd. Worden zeer gewaardeerd. En dat is een beetje het warme bakkergevoel. Ja. Ja, dus die persoonlijke aandacht is heel erg dat stukje extra. Zijn er nog andere dingen die jullie nog toevoegen daaraan? Of? Ja, het persoonlijke aandacht, het zit hem inderdaad in de service. Het zit hem in verschillende dingen. Maar heel veel is weer terug te brengen naar de persoonlijke aandacht. Harold noemde net al het invullen van de schadeformulier. Wij hebben natuurlijk ook te maken met toch wel digitalisering. En daar willen wij ook graag in meegaan.
Maar die mensen die niet mee kunnen gaan in de digitalisering, want ook bij ons zitten toch ook wel veel mensen die wat ouder zijn, die er wat moeite mee hebben, die zullen we altijd ook helpen daarin en bijstaan. Het zit heel veel in inderdaad aandacht hebben voor je klant, luisteren naar je klant. Ja. Ja, en vanuit het perspectief van de medewerker, je mag ook de aandacht hebben voor de klant. Daar is de tijd voor. Je mag ruimte hebben om het verhaal van de klant te horen en je geïnteresseerdheid in de klant te tonen. En zien jullie dat dan ook terug in jullie klanttevredenheid? Zijn jullie klanten over het algemeen tevredener dan bij andere verzekeraars? Ja, dat denk ik wel. Of tenminste, dat weten we zelfs. Want we hebben het gemeten. En uiteindelijk de laatste onderzoek wat we hadden, waren de klanten met een 8,5. Scoorden we met een 8,5. Dus dat is behoorlijk hoog, zeg maar. Even in als je het vergelijkt met andere verzekeraars. Of dienstverleners zelfs. Want we hebben als banken en verzekeraars best een pittige naam. We staan er niet altijd goed voor. Dus op het moment dat je zo hoog scoort, dan doe je toch blijkbaar iets goed. Maar het leuke, ik weet niet hoe het leuke is, maar is dat onze klanten ons een 8,8 gaven. Dus de klanten die een schade hadden gehad, gaven ons een 8,8 gemiddeld. Dus wij zeggen wel eens gekscherig, we gunnen iedereen een schade, want dan ben je nog tevredener. En dat is natuurlijk niet zo, want je wil niet dat iedereen schade heeft. Want, even niet dat het niet goed is voor ons, maar vooral voor de klant zelf. Maar dat laat wel zien dat het product wat je koopt, verzekeringen, wat eigenlijk gewoon, het is een briefje waarop je het vertrouwen moet hebben dat wij iets voor je doen of we het oplossen op het moment dat je schade hebt. Dat we het waarmaken. Dat, mooier kan je het niet maken. Nee. Hoe is dat bij jullie? Daar sluit ik me volledig bij aan. Dat geldt voor ons ook. En wat we daar ook nog in zien is dat mensen die zeg maar een schade hebben met een verzekerde van ons, die dan laten weer terugkomen dat ze zo tevreden zijn ook hoe ze door ons behandeld zijn. Dus dat zijn hele mooie. Dus dat zijn mensen die niet bij jullie niet zitten? Niet bij ons verzekerd zijn, maar dan toch wel in aanraking komen met ons. En dus dan eigenlijk zagen van, die tegenpartij die wordt zo goed geholpen, dat misschien moet ik daar ook maar eens gaan kijken. Ja, klopt. Ja. Jullie zijn natuurlijk een onderlinge verzekeraar, wat betekent dat jullie geen winstoogmerk hebben. Als ik zo in het gesprek hoor, is klantgerichtheid heel belangrijk en besteden jullie daar veel tijd, geld en aandacht aan. Hoe zorgen jullie er dan voor dat jullie als bedrijf ook nog steeds goed draaien met zo'n hoge klantengerichtheid? Wij zijn ons inderdaad zeer bewust van dat we ook eigenlijk omgaan met het geld van onze leden. Wij hebben pas, maar ook Harold, een nieuw kantoor. Wij hebben zelf een nieuw kantoor gebouwd en hebben heel bewust gekeken allereerst naar lokale ondernemers. Om daarin de samenwerking te vinden. En ook juist om de kosten zo laag mogelijk te houden. En dat doen we ook eigenlijk bij schade. Als een klant schade heeft, dan kijken we kritisch naar de schadeafwikkeling. We willen de schade zo eerlijk mogelijk afwikkelen. Maar ook altijd houden we daarbij in ons achterhoofd dat het wel gaat om van, we blijven niet zomaar geld uitgeven. Want het blijft geld van de leden waar wij mee werken. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Ja, mooi. Hoe is dat bij onderling verzekerd? Ja, dat is precies hetzelfde. En je merkt het ook aan de leden. De oorsprong van de leden zit vooral bij ons bij de agrariërs. En daar merk je het ook in, de samenwerking. Dat ze zeggen, ik heb schade, maar ik regel het zelf wel. Want ik weet, als ik mijn schade claim, en hoe meer schade ik claim, dat uit het potje gaat voor ons allemaal. En dat is, als we het hebben over de uitdagingen van de toekomst, is dat al wel een van de uitdagingen waar we tegenaan lopen. Het besef dat je met elkaar een potje hebt waar je voorzichtig mee om moet gaan. Wij gaan daar heel voorzichtig mee om. We zijn kritisch met wat we betalen. We betalen wat waar iedereen recht op heeft, maar niet meer dan dat, omdat het uiteindelijk toch invloed heeft op de premie die de klanten moeten betalen. Want uiteindelijk verzekeringen eigenlijk gewoon rondpompen van geld. Uiteindelijk krijgen wij geld van onze leden. En daar betalen we de schades van. En daar betalen we salarissen van. En alle kosten die we aan de Nederlandse bank en dat soort zaken mogen betalen. Dus daar moet je gewoon zuinig mee omgaan. Ja. Het is misschien nog goed om even toe te voegen dat als onderlinge brandverzekeraar, als je bij ons een brandverzekering hebt, dan ben je lid van onze onderlinge. Ja. En dan mag je ook ieder jaar op de algemene ledenvergadering komen. Ja, want jullie hebben het inderdaad over leden. Hoe zit dat qua inspraak? De leden hebben inspraak, ja. Als we bijvoorbeeld een goed jaar hebben, dan kan de directie voorstellen om een deel van de winst terug te geven aan de leden. Dus een stukje premie terug te geven. En als de leden daarmee instemmen, dan gebeurt dat.
En over het algemeen stemmen ze daar natuurlijk mee in. Ik kan me voorstellen. En hoe zie ik dat dan voor me? Je kan dan dus naar de ledenvergadering gaan. Ja, dan krijg je netjes een uitnodiging. Moet je daar zeg maar voor gekozen worden of mag iedereen? Ja, iedereen. Als iedereen je een brandverzekering hebt. Ja. 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 Wauw, dus dat is eigenlijk wel hele directe inspraak. Ja, zeker. En als dan de meerderheid van de ledenvergadering akkoord is en dan wordt het besluit genomen. Is dat hoe dat dan werkt? Ja, ja feitelijk wel. Ja. De leden, of de algemene ledenvergadering, is hoogste orgaan binnen de onderlinge verzekeringsmaatschappij. Ja. Wauw. Ja, dus we hebben daar ook financiële verantwoordelijkheid aan. Ik bedoel, daar hebben we toezicht vanuit de Nederlandse Bank. Maar de ledenvergadering, ja, daar moeten we elk jaar netjes uitleg geven hoe het jaar is geweest. Ja. Maar vooral ook wat de plannen zijn voor de toekomst. Uiteindelijk blijft het hun geld, hun coöperatie en hun onderlingen. Dus we zijn erg ook blij als er veel mensen zijn die ook vragen stellen, kritisch meedenken. Omdat ons dat vooral helpt om contact te houden met de klanten, maar ook te weten wat er speelt. Ja, de toekomst gaan we zo nog iets dieper op in. Is dat bij OWM? Gaan bij ons inderdaad op dezelfde wijze. Wij houden een ledenvergadering één keer in het jaar. En ook bij ons geldt het zo dat als wij winst maken, dan gaat dat weer terug naar de leden. Gedeeltelijk, want je hebt natuurlijk ook geld nodig om je onderneming voor te zetten. Ja. Maar gedeeltelijk gaat het dan weer terug naar de leden in een stukje premierestitutie. Ja. Mooi. Nou, we hebben het nu eigenlijk gehad over onderdingen en ook over jullie klanten tevredenheid. Hebben jullie ook uitdagingen? Want als ik het zo hoor, dan klinkt het alsof jullie tevreden klanten hebben. En nou, je zit hier met heel veel passie te vertellen. Jullie werken al jaren in het vak. Gaan er ook wel eens dingen mis? Hebben jullie problemen of uitdagingen? Nou, onze grootste uitdaging is denk ik wel om ook die medewerkers. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers die stijgt jaarlijks. En voor ons is het echt een uitdaging om jonge medewerkers inderdaad hetzelfde enthousiasme te geven of te laten krijgen voor het vak van verzekeringen. Dus dat is voor ons een grote uitdaging. En daarvoor zoeken wij de samenwerking met scholen. Wij geven gastlessen. Wij geven zoveel mogelijk de mogelijkheid voor stagiaires. Maar dat is voor ons een hele grote uitdaging om inderdaad de jongeren ook enthousiast te maken voor dit zo'n leuke vak. En waar ligt dat dan aan, denk je, dat ze daar minder enthousiast voor zijn? Ja, ik denk dat inmiddels is de keuze is reuze om, voor de jongeren. En het blijft toch blijkbaar een beetje het vak van de het is niet echt, zoals wij wel zeggen, het is niet echt een sexy vak. Het is veel juridisch, het is saai, het zijn de kleine lettertjes. Dat is echt wel voor ons een uitdaging om het toch te laten zien dat het echt wel heel erg leuk is. Herkennen jullie dit beeld? Jazeker. Maar niet alleen jonge werknemers aantrekken, maar sowieso om nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken is lastig op dit moment. Ja, dus dat is een uitdaging. Ja. En hoe zouden we dat kunnen verhelpen? Misschien hebben we nu wel luisteraars. Ik denk dat kijk, de naam en het beeld wat er is, dat we saai zijn en dat het eigenlijk altijd en elke dag hetzelfde is. Dat is het tegenovergestelde van waar. Was het maar eens een keer een dag hetzelfde. Want dat maakt het wel eens rustiger, zeg maar. Ja. Ik denk dat de grote afwisseling en vooral de vrijheid in het mogen doen van contacten met klanten. Maar ook voor de afdelingen die geen klantcontacten hebben. Hè, die weer met intern weer met klanten bezig zijn. Is het zo bijna een familiegevoel waarin je echt met elkaar verantwoordelijk bent voor een bedrijf. En dat is prachtig. Maar om dat te laten zien, daarom zitten we nu ook hier. Om te kijken, laten zien hoe mooi het onderlinge als bedrijf is. En de zoektocht naar de jeugd die dan bij ons wil komen. Ja, dat is lastig. Ook omdat er best wel een beleving is dat je eigenlijk moet blijven leren. En dat is eigenlijk ook wel zo. Is dat waar mensen op afhaken? Dat je moet blijven leren? Ik denk wel dat het meespeelt. Ja. Absoluut. Ja. 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 Ik hoorde hier heel veel vooroordelen over dat verzekeren saai is en dat het niet sexy is. Kunnen we die even ontkrachten? Hoe saai is verzekeren? Wat vind jij van verzekeren? Nou, ik moet zeggen dat nu ik een heel podcastseizoen draai, dat ik het wel steeds leuker en interessant begin te vinden. Ik denk ook wel dat het een stukje gemiste kennis is. Bijvoorbeeld toen ik begon aan dit podcastseizoen, ik wist helemaal niet dat er een verschil was. Ja, ik had wel eens van onderling verzekeren gehoord, maar ik wist niet dat het zo'n groot verschil was. Dus ik denk ook wel dat het heel erg een stuk kennis is die er niet is. Ik weet niet of jullie er tegenaan kijken, of jullie dat beeld herkennen. Ja, maar dat is ook zo. Ik denk dat we ons ik denk dat een van de kenmerken van het onderling zijn dat we redelijk bescheiden zijn. Ja. En door die bescheidenheid, dan hoort niemand wat van je.
Dus we mogen best wel wat harder gaan roepen wie we zijn en trots zijn op waar we voor staan. Ik bedoel, wij dan een ruim 115, 116 jaar. Jullie nog 175 jaar. Nou zijn er nog meer van dit soort bedrijven die zo lang een goede basis hebben. En eigenlijk Hollands trots zijn in heel de BV Nederland. En we mogen dat best wel wat harder schreeuwen. We zijn denk ik te bescheiden om te laten zien hoe leuk en goed het is. Dus laat dit vooral een mooie start zijn. Ja, dus misschien toch gewoon het geld wat er dan overblijft een goede marketeer inhuren. Of, Nou ja, dat, oprecht. Die keuze hebben wij nu wel gemaakt. Waarin we gezegd hebben, we nemen echt iemand aan die ons merk gaat beter en groter maken. Om vooral gezien te worden. Zonder dat we de ambitie hebben om ASR of Nationale Nederlander te worden. Maar vooral ook om in de regio wel sterk te blijven. Want dat is naast de uitdaging van medewerkers, is dat wel een belangrijke uitdaging. Van hoe krijg je je nieuwe klanten weer binnen. Waar voorheen iedereen ging waar je ouders waren, daar ging je ook naartoe. Dat was heel normaal, tenminste in de dorpen waar ik vandaan kom dan. En dat zien we in ons werkgebied ook. Alleen dat is niet meer normaal. Want ja, iedereen, we leven nu met zo'n ding aan de hand. Ja. En de jeugd regelt het gewoon via de app. Ja, die scant even online welke het goedkoopste is. Precies. Ja, precies. Kijk naar de prijs. En totdat ze in een stadion komen waarin er meer komt kijken dan alleen de prijs. En, ja. En dan moeten wij zorgen dat we er zijn. Dus. En als ik dan kijk naar de toekomst. Jullie zijn natuurlijk regionaal. Ik kijk even naar jou, Nancy. Hebben jullie eigenlijk groeiambities? Hebben jullie plannen dat jullie denken, nou, jullie zijn nu zo regionaal. Misschien moeten we wat verder dan onze regio? Of willen jullie echt? Nee, wij blijven regionaal. En wij hebben uiteraard de ambitie om te groeien. Maar de klantgerichtheid moet wel. Het moet niet ten koste van de klantgerichtheid gaan. Nee. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En hoe zie jij de toekomst van onderling verzekerd voor je? Heel positief. Ja? Ja. Zijn er dingen waar je zou zeggen, nou, als ik nu het roer in eigen handen kom nemen, dan zou ik hierop gaan inzetten? Of? Nee. Nee. Ik denk dat we de juiste koers hebben ingezet. En we bestaan natuurlijk al heel lang. En, ja. En dat, dat is goud waard. Mooi. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, ik heb ook een heel sterk vertrouwen in het onderlinge gedachtegoed. En Harold noemde het straks al een keer, het goed voor elkaar, dat staat bij ons ook echt bovenaan. En dat kun je op twee manieren goed voor elkaar. Je hebt het bij ons, als je bij ons verzekerd bent, goed voor elkaar. Maar we zijn ook goed voor elkaar. En dat is naar buiten toe. En Nancy noemt straks het ook naar binnen toe. Ook onze medewerkers, ook voor onze medewerkers zijn wij goed en willen wij goed blijven. En dan denk ik dat we inderdaad gewoon een hele mooie toekomst hebben. Ja. Mooi. Ja. Is er nog iets wat jullie de luisteraar mee zouden willen geven? De twijfel aan de luisteraar of de luisteraar die interesse in jullie heeft? Nou, die zou ik weer mee willen hebben. Loop gewoon even een keer bij ons binnen. Dat kan zonder afspraak. Je kunt altijd bij ons kantoor binnenkomen. Of als je bellen mag ook natuurlijk. Maar wij houden wel van het persoonlijke contact. Dus je mag gewoon binnenkomen lopen. Dat zou ik ook zeggen. Van harte welkom. Een kopje koffie kun je ook krijgen. Ja. Ja. Er is ook ruimte voor koffie nummer 2. Ja, absoluut. Ja. Het klantgerichtheid is wel iets wat heel erg naar boven kwam in deze podcast. Ja, zeker. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Dank je wel. Jij ook bedankt. Ja, dank je wel. Ja.